Hoi, goedemorgen. Het is weer tijd voor ons donderdag live filmpje. Ik ben Diana van Otterlo, onafhankelijk stamp-up demonstratrice in het mooie Gorinchem. En ik vind het heel leuk dat jullie er weer zijn. Voor vandaag konden jullie kiezen tussen de stempelsets Hot Air Balloon of Sophisticated Sled. Oh, zo schimmert het een beetje te veel, hè? Dan kan je het niet echt zien. Deze twee dus. En het is heel luid en duidelijk de Sophisticated Sled geworden. Dit is een stempelset. Die staat niet in de catalogus. Maar die vind je wel in de webshop online. En doe je zelf liever niet online bestellen. Kan je natuurlijk gewoon mij een mailtje sturen. Of een berichtje van. Joh Diaan, ik wil heel graag die stempelset. En dan ga ik het regelen. Uiteraard zijn er ook bijpassende stansen bij allebei bij. Dus dat heb ik al wat laten zien. Ik kan dat naar achteren. Dan zullen we laten zien wat we niet gaan maken vandaag. En dat is deze. Deze was met de Hot Air Balloon. Die gaan we niet maken. Zijn jullie er al een beetje? Ik zie nog helemaal geen reacties. Type reactie als je mij kan zien en horen. Vooral. Want ja, het is vakantie geweest en gek genoeg wil mijn computer dan niet altijd wat ik wil. Dus laat het me even weten. Ik zal even kijken. Soms helpt het als ik hem hier refresh. Ah, daar zijn ze allemaal. Ah, goedemorgen, hoi hoi. Nou, gelukkig. Hoi Yvonne, hoi Jilly, hoi Mary. Hallo. Hoi Inge, goedemorgen. Je ziet het, de apparatuur werkt weer niet helemaal zoals ik het wil. Nou ja, dat is altijd, hè. Goed, dan is dit de kaart die we wel gaan maken. En ik heb deze keer gekozen om een leuke achtergrond te maken. En wat hebben we daarvoor nodig? En ik ben vergeten daarvoor iets klaar te zetten, dus ik ga zo nog eventjes iets pakken. Basiskaart heb ik deze keer voor Coastal Cabana gekozen. 14,5 bij 21 gerild op 10,5. Even kijken. En dan heb ik een stukje designpapier van 10 bij 14 voor de achtergrond. En natuurlijk wat restpapier voor te stempelen. Ik heb ze alvast gestempeld en gekleurd. En uitgestanst. Dus dat ziet er dan zo uit. En met die stansen kan je deze slee ook helemaal leuk opbouwen. Dus zonder te stempelen kan je ook een mooie slee maken met stansen. Heel leuk. Ja, nog een strookje in de kleur. Even spieken. Grey granite. Heb ik ook gebruikt. Zo, ik zal weer eventjes. Soms helpt het om even te refreshen. Dan zie ik weer wat meer. Ja, zie je. Ik krijg gewoon jullie reacties niet door. Jammer. Nou, gelukkig hoor dat jullie er zijn en dat jullie mij zien en horen. Fijn, top. Ik ga eventjes, eerst even mijn kladpapiertje erbij halen. Het wordt tijd voor een nieuw kladpapiertje. Goed, ik ga eerst eventjes een eerste deel van de achtergrond bewerken. En wat ga ik doen? Ja, ik gebruik nu de kleine stempelkussentjes, omdat ik dat handiger vind in dit geval. Dat werkt iets makkelijker dan een groot stempelkussen. Wij hebben ook allemaal van deze lege, dan zijn ze lege kussentjes. Wacht, ik zal het even laten zien. Als ik weer weet waar ik ze ook alweer verstopt had. Gisteren heb ik ze gezien, ja. Ergens in mijn laadjes. Kijk, we verkopen van dit soort verpakkingen. Van die lege uninkt stamping spots noemen ze dat. Dus dan zijn ze nog niet beinkt. En als je dus de refills hebt, dus die kleine flesjes bij de inkt. Dan kan je dus die kussentjes zelf even beinkten met de kleur die je hebben wilt. En wat ook nog kan is die kussentjes na de hand weer uitspoelen. Beetje zonde natuurlijk van de inkt, maar goed. Wil je er een andere kleur in doen, dan kan je daarna een andere kleur erin doen. Goed, dan ga ik nu even het echte werk doen. Dus een klein stempelkussentje en dat ga ik heel licht zo over mijn karton halen.
En daarna doe ik hetzelfde met deze kleur Grey Granite. Oh, dit was trouwens Coastal Cabana. Ook dat doe je er weer heel licht. Zo. Je aait er eigenlijk een soort over. Zo. Dan ga ik nu even erbij pakken wat ik vergeten was. Momentje. Even kijken. Want daar heb ik mijn Big Shot zo voor nodig. Klappapiertje weer even aan de kant. Zo. En dan heb ik de embossing folder nodig. Ik heb deze gebruikt. De dotted circle of de gestippelde cirkels. Ik heb het afgelopen zaterdag bij een workshop van Ateliootje heb ik deze techniek nog eens een keer onder handen gehad. Ik kende hem al een beetje. Maar dit is nog een leukere variant. En daar deden we het met een bloemen folder met deze. En dat gaf ook echt een super gaaf effect. Ik ben vergeten om die klaar te leggen om te laten zien. Dus sorry, daar kan ik nou echt even niet bij komen. Dan zijn jullie mij weer een poosje kwijt. Maar goed, ik zal hem even beter neerzetten voor mezelf. Wat je doet, je neemt die embossing folder en de merk van Stampin' Up heb je naar boven. Ja? Dan vouw je hem open. En dan leg je dit met de beïnkte kant naar beneden. In de embossing folder. Zie je? Dus met de witte kant naar boven, zo gezegd. En dat is wel belangrijk voor deze techniek, dat je dat echt op die manier doet. Zo. Want wat gebeurt er dan? Dan heb je, als je aan de goede kant, dus dit wordt je goede kant, zit het, hoe zeg ik dat nou? Dit is opgehoogd en dan is het in de diepte. En dat heb je nodig voor deze techniek. Dat de bewerkte kant in de diepte ingaat. Probeer iets uit te leggen. Nou ja, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik ga weer even refreshen. Want. Oh. Nou, dat ging niet helemaal goed, geloof ik. Nou, doet er niet toe. Ik zie jullie reacties later. Want de techniek wil niet meewerken vandaag. Zo jammer. Goed. Dus ik heb nu twee lichte kleuren eigenlijk gebruikt. En nu ga ik er met een donkerdere kleur overheen nog. En ik heb in dit geval Night of Navy, omdat ik die nog had liggen. Je kan ook een iets minder donkere inkt gebruiken. Maar goed, daar moet je een beetje mee spelen. Ik heb met die andere ook. Ik heb echt een beetje zitten spelen. Ik heb hier Petal Pink en Real Red gebruikt en daarna met Early Espresso erover. En zaterdag heb ik gewerkt met Pool Party, Crumb Cake en dan Pecan Pie. Of Pecan Pie. Pecan Pie. Ik zal het netjes zeggen. Goed. Nou, en nu gaan we gewoon weer eroverheen. En zie je dan hoe dat die bubbels omhoog komen daardoor? Terwijl ze dus in de diepte liggen, komen ze omhoog. Leuk effect geeft dit, hè? Ja, ik vond dit echt heel leuk om dat weer een keer zo te doen. Je krijgt wel een beetje inkt op je vingers. Goed, nou. Dat is de achtergrond. Ik hoop dat jullie dat in ieder geval een leuk techniekje vinden. Ja, en dan is het de kwestie van de dingetjes op gaan plakken. Dus deze. Gaat daar weer op. Zo.
En omdat dit dus geëmbost is, moet je eventjes wat meer moeite doen dat hij even goed hecht. Dus, en dat is wel belangrijk dat hij er goed op komt te zitten natuurlijk. Dus ik doe daar even iets meer moeite voor. Eventjes er goed overheen. Dat overal de lijm even goed kan pakken. Juist. Dan hebben we het strookje. Daar ga ik de tekst op stempelen. En ik had gekozen voor de tekst die in de set zit. Let's decorate the season with happiness. En laten we het seizoen versieren met geluk. Of met blijdschap. Nou, dat lijkt me een mooie, of niet? Night of Navy gebruik ik voor de tekst. Op Smoky Slate. En zo heb ik dan straks alle drie de kleuren toch weer een beetje terug in de decoratie. Zo. Dan mag die op de kaart. En dit strookje is 10 bij ongeveer 2. Zo. Nou, dan hebben we natuurlijk die mooie slee. Als je deze stempel trouwens, dit is een vrij grote stempel, hè. Ik zal hem er nog even bij laten zien. Dan ga je hem beoordelen. Kijk, dit is een vrij grote stempel. En omdat het een transparante stempel is, is het niet altijd makkelijk om een goede verdeling te krijgen. En als je niet een goede verdeling krijgt van de inkt, dan kan je een witte plek krijgen als je stempelt. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus is het handig om er dan een prikmatje onder te leggen. Dus je legt een prikmatje neer, je legt je papier erop en dan doe je je stempel beinkten en stempel je op je papier. En dan krijg je wel een mooie verdeling. En dat is de tip van Flip van vandaag. Of eigenlijk van Diana natuurlijk, maar ja, daar is niet een leuke parafrase op. Goed. Even kijken. Deze. Die. Even kijken. Wil ik hier. En dan deze. Ik heb deze dus gestempeld met Night of Navy. En dan ingekleurd met Coastal Cabana. En daar heb ik gewoon de inkpad voor gebruikt. En zo'n blenderpen. Deze koop je in een pakje van 3. En dan kan je dus voor elke kleur kan je dat gebruiken. Nou heb ik 3 D-kussentjes nodig. En een paar grotere. Zo. Hopsaflops. Ik vind het wel jammer dat ik jullie reacties vandaag niet kan zien. Ik kan ze straks al zien hoor. Maar dus als je denkt, nou ze zegt niks terug. Dat is niet de bedoeling. Dat doe ik dadelijk. Maar ja, zoals ik al zei, werkt het weer niet helemaal zoals ik het wil vandaag. Computers en Facebook. Nou. Dan komen hier de schaatsjes nog. Die vind ik zo... Ik heb deze stempel gekocht voor de schaatsjes. Ik vond die schaatsjes zo geweldig. Zo schattig. Nou, ik hoop dat jullie het weer een leuke kaart vonden. Ik vond hem zelf erg leuk in ieder geval. Maar ja, goed. Ik wil nog even reclame maken voor natuurlijk de stempel, voor het stempelfeest. Ik moet nog helemaal wennen aan de nieuwe naam. Voor het stempelfeest. Met het stempelfeest maken we 3 kaarten. En dat zijn deze. En
Het stempelfeest is op. Ik moet even spieken. Want ik heb de datum natuurlijk aan moeten passen. Toch handig zo'n computer naast je. even kijken. Het stempelfeest is op 18 november. Kost €12,50. En dan maken we dus deze drie kaarten. En in je pakketje zit dus alle benodigdheden met uitzondering van de stempels. Of de stempelafdrukjes, want die mag ik er niet bij doen. In verband met copyright, zoals jullie weten. Daar heb ik alles over verteld. Dan heb ik natuurlijk ook nog een leuke workshop. Die is dus dan op 19 november. En dan gaan we dit leuke doosje maken. En nu denk je, nou, wat is dat? Dat zal ik even laten zien. Dit is een adventskalender. Zo. Ja, je kan het nu in het licht niet helemaal goed zien. Maar er staat op die doosjes ook nog 1, 2, 3, 4. Dus voor elke week van de advent kan je een doosje maken. En dat ziet er dan zo uit als je hem neerzet. En elk doosje kan dus open. En daar kan je dus iets leuks of iets lekkers in stoppen. En dat is best wel een aardig doosje. Dus er kan ook best iets leuks in. Goed. Nee, hij moet niet helemaal zo dicht, maar zo doe ik hem even dicht. Want dan kan ik het sneller laten zien. En dan moet ik hem wel even goed doen. Hè? Anders zitten de hertjes of de rendiertjes op de kop. Dat is natuurlijk niet leuk. Nou, goed. Voilà, workshop. De workshop is €17,50. En de werkbeschrijving krijg je altijd via de e-mail. Je kan kiezen voor een workshop hier bij mij thuis. Of een stempelfeest hier bij mij thuis. Maar je kan ook kiezen voor gewoon lekker thuis online te doen. Ja, je moet je alleen opgeven voor 2 november. Dat is het enige wat belangrijk is. Tot die tijd kan je je nog dus opgeven. We hebben natuurlijk oktober nog de kids in de aanbieding. We hebben een geweldige instapactie. Vergeet dat ook vooral niet. Want je krijgt nu veel meer waar voor je geld, zo gezegd. He, normaal betaal je 129 euro, krijg je 175 euro wat je mag uitkiezen. Maar nu is het 214 euro, meen ik. Dus echt een heel stuk meer wat je mag uitzoeken. En je mag zelf uit de catalogus kiezen wat je wilt hebben. Dus dat is echt leuk. Ja, en je komt natuurlijk gezellig in ons team. Hè? Tenminste, als je voor mij kiest als jouw teamleider. Dan, nou ja, aanstaande zaterdag heb ik mijn teamdag. Heb ik al super veel zin in. Ik ben druk bezig om alles daarvoor in orde te maken. Het wordt zo leuk. Ik heb echt allemaal, ja, ik vind het heel leuk wat ik heb bedacht. Ik hoop dat mijn teamleden dat ook vinden. Goed, ik zit te denken of ik nog iets te vertellen heb. Er was nog iets, maar ik ben het even kwijt. Ik vond het heel leuk om hier weer te zijn. En ik zou zeggen, tot volgende week. Oh ja, zie je? Dat vergeet ik. Ik laat jullie helemaal niet zien waar we volgende week uit kunnen kiezen. Oh, oh, nou, hier is het hoor. Ik had het gelukkig wel klaargezet. Dit dan weer wel. Je kan kiezen tussen Humble Home of Be My Valentine. En om 10 uur komt dus een foto van deze twee stempelsets op mijn Facebookpagina. En kan je daaronder even aangeven welke jij graag zou willen zien. En om 11 uur komt die op Instagram ook. En ook daar mag je aangeven wat jouw keuze is als je op Instagram bent. Zo, nou ben ik uitgekletst. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!